Goedendag, welkom bij Onder Ons. Vandaag met maar één gast, maar wat voor één. Jan Marijnissen uit Os, die zaterdag afscheid neemt als voorzitter van de SP. En daarmee komt een einde aan een politieke loopbaan van bijna 40 jaar. Zat 17 jaar in de gemeenteraad in Os, 16 jaar in de Tweede Kamer en was 27 jaar partijvoorzitter. Nou, dat zijn nog eens... Getallen. Einde van een tijdperk, hè, zaterdag. Ja. Ja, zo wordt het vooral ook door de buitenwacht gezien. Ik ben zelf natuurlijk al lang gewend aan het idee. Ben je inmiddels al jaren mee bezig van wanneer komt het moment dat ik het voorzitterschap kan neerleggen. Ja, heb je er lang over nagedacht? Ja, omdat timing is belangrijk. Je moet zeker weten dat er een goede opvolging is. De partij moet er klaar voor zijn. We hebben steeds allemaal nieuwe fases doorgemaakt. Hè. Eerst waren we een beetje een vergaarbak van allerlei lokale clubjes. En langzamerhand is dat een landelijke partij geworden. Kwam de Tweede Kamer, er kwam regeringsdeelname in beeld. Kortom, we hebben allerlei fases doorlopen. En men vond het wel prettig als ik daar leiding aan gaf. Maar ik heb zelf natuurlijk wel vaker gedacht van ik zou het toch wel goed vinden als iemand anders dat ging overnemen. Ja. Je hebt bent heel veel geïnterviewd de laatste tijd. Ik merk ook, je zit helemaal in het onderwerp. Hè? Ja. Wat is de meest gestelde vraag? Waar ben je meest trots op? Oh, die heb ik ook bedacht. Die komt ja, later. Ja. Oké. Dat gaan we doen. Maar laten we eerst eens kijken naar... we hebben een kleine samenvatting. Je hebt natuurlijk heel veel gedaan. Je zei het net zelf al. 40 jaar Jan Marijnissen in 40 seconden. Oké. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Jan Marijnissen, 63 jaar. Je moet de vragen van de bewoners beantwoorden. Begon met actievoeren in zijn woonplaats Os. De arbeiders zelf beslissen over de pamfletten die verspreid worden. Over de acties die ondernomen worden. Vechten tegen onrechten in de fabriek. 17 jaar gemeenteraadslid in Os, lid van Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Voorzitter, dit is de eerste interruptie die ik pleeg. Even dimmen. Even een vraag stellen. Politiek leider en kopstuk van de SP. Wat vind jij een kwalend voorbeeld van de ernst van de situatie? Ludiek voorbeeld. Nou ja. Geliefd en gevreesd bij de achterban. Waar heb je het over? Ik zou willen vragen dat terug te nemen. Jan Marijnissen, kan hij wel afscheid nemen van de actieve politiek? Ben ik absoluut niet van plan. Maar het gaat toch gebeuren, hè? Ja, het gaat gebeuren. Zaterdag. Ja. Hoe gaat dat zaterdag? Ja, ze houden het allemaal geheim voor mij. En ik vind het werkelijk fantastisch. Hoe ze er echt in slagen om het geheim te houden. Meestal lekt er wel iets. Maar... Het is een SP-congres, hè? Dat moet ik even vertellen. We hebben een aanstaande zaterdag congres in Maarsen. En ik weet alleen, omdat ik zelf in de voorbereiding zit van het congres, dat ze 20 minuten gereserveerd hebben om iets rond mijn afscheid te doen. Maar wat precies is een raadsel? Je had net over timing. Wanneer ga je weg? Hè? Als je zo belangrijk bent voor een partij. Nou, dat moment is nu gekomen. Wat maakt het dat het nu een goed moment is? Nou, omdat we er denk ik politiek goed voor staan. Het is een stabiele club, de SP. Met erg veel hele fijne mensen. Goed kader, goed opgeleid. We zitten nu in 6 provincies in het bestuur. Waarin we vingeroefeningen kunnen doen. Hoe is dat nou compromissen besturen op provinciaal niveau? Dat moeten jullie leren? Ja, maar dat moet iedereen leren. Elk vak moet je leren, dus dat ook. We zitten natuurlijk al vanaf 2000 in colleges van BMW. Maar nu ook in meer dan ooit. 40 steden maar liefst, onder Amsterdam. Heel veel grote steden ook. Dus we leiden ook heel veel bestuurders op nu. Ja, dat was het enige wat er nog eigenlijk moest gebeuren om direct toetreding tot de regering mogelijk te maken. Ja. Dus ik ben eigenlijk ook een pionier. En dat zeg je, dat gaat direct gebeuren? In Den Haag gaan jullie ook snel mee regeren, denk ik. Wat zeg je? In Den Haag gaan jullie ook snel mee regeren. Dat is wel de bedoeling. Ik bedoel, als je echt invloed wil uitoefenen, dan kan je dat vanuit de oppositie doen natuurlijk. Maar je bent effectiever op het moment dat je in een regering kunt deelnemen. Maar dat ga je niet meemaken als voorzitter? Nee. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Er zijn mensen die zeggen, eigenlijk had hij eerder weg moeten gaan. Laten we, voordat je daarop reageert, even gaan luisteren. Als je Veerle Slegers uit Tilburg bijvoorbeeld, die voor de SP in de gemeenteraad en in Provinciale Staten zat, vraagt om iets over Jan Marijnissen te zeggen, dan zegt ze dit. Autoritair. Hij luistert niet goed naar zijn eigen mensen. En hij wil te veel alle touwtjes in handen houden. Het is een goed bewaard geheim dat Jan Marijnissen een baas is. En een baas is iets anders dan een leider. En een baas heeft in bepaalde periodes echt zijn waarde. Nou, dat heeft Marijnissen ook bewezen. En in deze tijd hebben we een andere manier van leiderschap nodig. En daarom is het goed dat hij zaterdag afscheid neemt. Dat is natuurlijk wel zijn kindje, maar je moet je kindjes wel loslaten. Jan, bedankt, want door jou zit ik eigenlijk in de partij. En ondanks jou zit ik er nog steeds. Want de partij is niet alleen van jou, maar van alle SP'ers. Nou, reageer eens, Jan Marijnissen. Ja.
bekend geluid uit Tilburg van deze mevrouw. Nee, deze mevrouw is door de afdeling uiteraard gezet. Is door de provincie uit de Provinciale Staten gehaald. Maar dat maakt wat ze zegt omdat toch niet? Ze, jawel, dit is allemaal rancune. Wat ze zegt is pure rancune. Is ook nergens op gestoeld. Komt met geen enkel bewijs. Heeft ook geen enkele steun in de partij. Dus ja, ik neem je kennis van. Dat is niet helemaal waar. Ze heeft samen met 14 andere leden een... Of 14 nog wel. Nou ja. Van de 42.000. Ja, een indrukwekkend aantal. Ja, dat wat ze met 14 hebben opgeschreven is totaal genegeerd door de partij. Maar zij zegt, Jan Marijnissen luistert niet. Dan geef je nu wel bewijs daarvan. Je wijst het gewoon van tafel. Je zegt, het is aan kunnen. Je wil niet luisteren. Ik heb netjes geluisterd. Maar ik reageer daar niet op. Nee? Dat is te onbeduidend. Ja, ze zegt, hij is meer een baas dan een leider. Ja, volslagen onzin. Hoe kan nou een partij van 42.000 mensen iemand 27 jaar als voorzitter dulden, wetende dat die SP'ers ook intern vrij recalcitrant zijn, kan ik je verzekeren. Nee, dat is omdat de partijen en de congressen elke keer mij de overgrote meerderheid hebben gekozen tot leider. Ja, dat zij daar geen deel meer van uitmaakt, dat heeft ze aan zichzelf te wijten, omdat ze zich niet aan de afdrachtregeling houden. Maar ze zegt toch ook, de manier waarop Jan Marijnissen leiding heeft gegeven, heeft lange tijd zijn nut gehad. En nu nog, ja, precies. Ja, maar nou, vindt iedereen, ja. Ja, maar, ja, behalve zij, maar daar heeft ze de persoonlijke reden voor. Heeft jouw aftreden hier iets mee te maken? Met het feit dat je zelf ook het gevoel had van nu moet er iemand anders, nou, een ander soort leider dat komen? Een ander soort weet ik niet, maar ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik heb me wel vergewist van het feit dat we goede mensen in huis zouden hebben om het over te nemen. Zeker, ja. Nou. Minder autoritair misschien? Nou, ik ben niet autoritair. Dat zegt mevrouw wel. Maar zij is niet de enige die dat zegt. Hè? Wie is er nu nog meer dan? Nou ja, we zagen net dat stukje waarin je Agnes Kant de mantel uitveegt. Nou, dat is een legendarisch stukje televisie. Ja, Agnes Kant is vragen. Die vindt mij absoluut niet autoritair, kan ik je verzekeren. Er is toch niks mis met autoritair? Jawel, vind ik wel. Ik vind dat je in een vereniging dat je iedereen de ruimte moet geven. En dat is ook mijn opvatting altijd geweest van leiderschap. Je geeft mensen maximale vrijheid, maar ook maximale verantwoordelijkheid. En daarmee kom je het verst. Maar hoe dacht je nou dat je nou op een andere manier in 40 jaar van een klein clubje tot zo'n grote partij kunt uitgroeien? Ja, maar je kunt ook als leider van zo'n club niet eindeloos praten. Je moet knopen doorhakken en soms ook gewoon zeggen en ik ben de baas en we gaan het zo doen. Nee, heb ik nooit gedaan. Nooit gedaan? Nooit. Vraag het na. Ik heb altijd in samenspraak met de leden van het dagelijks bestuur, partijbestuur, partijraad, congres. Daarmee heb ik het gedaan. Als je niet eerst overtuigt. Ik heb nooit mijn machtswoord gesproken. Niet in de fractie, in de Tweede Kamer. Nooit, nooit, nooit. Want dat erodeert namelijk. Als je dat doet, gaan mensen zich ontzettend aan je ergeren. Als je het namelijk niet op basis van argumenten kunt winnen, maar alleen op basis van je positie. Van welke karaktereigenschap heb jij gemak gehad in de politiek? Doorzettingsvermogen, denk ik. Humor. Toch ook redelijk goed kunnen analyseren van hoe de situatie is. Wat op enig moment te doen staat. Dus een beetje gevoel voor strategie en tactiek. Nou, dat zijn belangrijke dingen. Ja, daar heb je echt profijt van. Dat heb ik allemaal moeten leren. Ik bedoel, toen ik als snotneus in de gemeenteraad kwam. Toen als jongste van Nederland. Ja, toen moest ik ook allemaal nog moeilijke woordjes opschrijven en thuis opzoeken en uit mijn hoofd leren, weet je wel. Maar op een gegeven moment krijg je dat in de vingers en dan ontwikkelen zich die eigenschappen die ik net noemde. Ja, we hoorden een kritische Vera Slegers. Emiel Roemer, die is een stuk minder kritisch. Hij heeft vooral veel geleerd, zegt hij. Nou, Jan is natuurlijk al bijna 30 jaar lang een goede vriend en een groot voorbeeld voor mij. Lef, dat is het allerbelangrijkste en dat is iets wat je echt moet leren. Dat moet ook wel in je zitten, maar je moet gewoon niet bang zijn. En dat heb ik wel van hem geleerd. Kijk, het is natuurlijk wel zo, Jan verlaat de politiek, maar de politiek verlaat niet uit Jan. Dus hij zal altijd dingen blijven doen, op blijven zoeken, daar een mening over vormen. En als hij dat nodig vindt, zal hij dat ook altijd blijven roepen. Ja, is dat zo? Nou, ik weet nog niet. Jan blijft altijd roepen? Nou, hij heeft ook eens gezegd, de functie Jan Marijnissen gaat nooit weg. Dat vond ik wel een aardige. Maar wat de inhoud van die functie is, dat moeten we nog allemaal bekijken. De functie Jan Marijnissen. Ja. Hij heeft het over lef, herken je dat? Ja, dat herken ik zeker, ja. Ja, is dat aangeboren? Ik weet niet of mijn moeder en vader nou zoveel lef hadden. Maar jij wel, van jongs af aan. Ja. Deed je mond open. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, ik noem het zelf altijd moed. Met een D. Lef klinkt zo lefgozerig, maar je moet niet alleen de wijsheid ontwikkelen om dingen te analyseren en te weten hoe je het moet aanpakken, maar je moet ook de moed hebben om op de momenten dat het erop aankomt ook naar voren te stappen en het te zeggen, ook als anderen het dan niet mee eens zijn.
Dus je moet ook wel de moed hebben om voorop te lopen soms. Daar loop je risico's mee. Wat was het eerste onderwerp waarbij je dat deed, weet je dat nog? Naar voren stappen? Het allereerste, nou, dat was op de misstanden bij het Tietz Brandsma Museum in Os. Dat was op school? Op school, ja. En waar ging dat over, weet je dat nog? Ja, dat ging over de autoritaire verhoudingen op school. De inspraak die er niet was van de leerlingen. En dat werd door de leraren, vonden wij, misbruik van gemaakt. Er waren hele trits van klachten over dat het leger af en toe werd binnengehaald om mensen te werven voor het leger. Dat was nog in de tijd dat Franco nog aan de macht was, de NAVO, weet je wel. Nou, daar waren we fel op tegen. Zo waren er allerlei dingen. En ik had een groepje mensen om me heen verzameld en daarmee organiseerden we dat. Lange haren, snorren en de revolutie beramen. Ja. Nou, we toch in Os zijn, gaan we even daarmee door. Het begon allemaal in Os, de opmars van de SP in Nederland. We maken een klein nostalgisch stripje naar Os. We zijn hier bij de Peperstraat en dit is het pand waar een van onze activiteiten begonnen. In het begin jaren. En wij werden genoemd de jongens van de Peperstraat. Jan, wie waren de jongens van de Peperstraat? Dat waren de jongens die de SP hadden opgericht. De eerste die in Os begonnen. En dat was onder andere met Jan Marijnissen. En jullie kwamen hier samen. Wat is dit nu? Dit is nu op dit moment de Kapsalon. En hoe zaten jullie hier bij elkaar? Ja, we hier achter. Daar is de kelder en daarachter dat was een ruimte en daar zaten we te vergaderen. Ik zag ooit blauw van de rook. Jan van der Doelen is een van de grondleggers van de SP in Os in de beginjaren 70. Hier liggen heel veel herinneringen, ja. Ja, hier de vergaderingen met onder andere van de stakingen bij Bergos en bij Desso. Die werden hier gehouden. Oh, die penny! Oh, ja. Nou, die heb ik gekregen toen ik ereburger van de gemeente Os werd. Eppo van Veldhuizen was tussen 1980 en 1996 burgemeester van de gemeente Os. Hij maakte Jan Marijnissen als raadslid voor de SP lange tijd mee. Een haat-liefdeverhouding was het. Lange haren, hele lange haren. Nogal een vrij ruw optreden naar de magistraten, naar de burgemeesters. Ik was het zo niet gewend, maar ja, zo was hij, hè. Heel direct, niet zo erg parlementair. Jan was heel ambitieus en die manifesteerde zich in het begin echt als een leider. Ja. We werden al heel snel geaccepteerd. En wij stonden ook met formulieren, met pamfletten stonden wij aan de fabriekspoort. Daar kregen we heel goede reacties op. Ook vaak anoniem, dat mensen nog een beetje bang waren in het begin. Maar later kwamen ze openlijk naar ons toe. En ook hier naar de Peperstraat. Bij het afscheid van Jan Marijnissen uit de gemeenteraad. Op 27 mei 1993. Hij was, nadat ik eens las, metaalarbeider. Maar zeker eens zo werkzaam als gestaalde leider. Of ik hem mijn metaal zou toevertrouwen? Het antwoord op die vraag wil ik nog voor me houden. Maar mocht ik ooit een nieuwe lijst willen ontdekken, wat niet zo is, hij mocht hem met genoegen voor betrekken. Van Veldhuizen, goede herinneringen aan de burgemeester? Nou, ik weet dat nog precies, ja, dat gedicht bij het afscheid. Nee, ik heb er daarna veel contact, regelmatig contact met hem gehad, af en toe eens bijpraten. Hij is natuurlijk Partij van de Arbeid, ik ben natuurlijk van de SP en dat is toch prettig om die gesprekken ook te voeren. Dat was de tijd dat jullie revolutionairen waren. He? Ja. Mensen schrokken zich kapot. Wat gebeurt er nou? Ja. In Os. Ja. In Os nog wel. Ja. Ja. De revolutie, die is eigenlijk nooit doorgegaan. Nee. Is dat achteraf misschien maar goed? Ja. Want? Nou ja, dat zou een sprong in het duister zijn geweest. We hadden toen in die jaren echt het idee, nou het duurt nog maximaal 5 jaar. En dan komt het volk wel in opstand tegen deze bende. Dat dacht je? Ja, maar daar zijn we heel snel van genezen. Dat was toch vooral boekenwijsheid en ook jeugdig elan. Ben je milder geworden in de loop van de jaren? Dat overkomt veel mensen, hè? Ja, vooral wijzer, denk ik. Wijzer. Beter begrijpen van hoe de tijd in elkaar zit. Maar daardoor ook minder radicaal? Ja, kijk, radicaal vind ik eigenlijk helemaal geen verkeerd woord om aan te duiden dat wij wel forse veranderingen willen. Dat wij ook wel het makken van dit. We hadden net eventjes in de pauze over
die postbodes, hoe die behandeld worden nu. Hè, dat wordt allemaal geflexibiliseerd. Die mensen die zitten ver onder het minimumloon gewoon, als het om uurloon gaat. Dat is gewoon schandalig. Ik kan me daar vreselijk kwaad over maken. En dat moet radicaal veranderen. Dat moet radicaal veranderen. En ook in de publieke sector, in de zorg, in het onderwijs, zijn er zoveel dingen die erop achteruit gaan in plaats van op vooruit. Dat er nog genoeg is om verontwaardigd over te zijn en over de straat op te gaan en van je te laten horen. Dus die verontwaardiging is er nog steeds, die er toen was. Dus dat radicale, als het gaat om misstanden aanpakken of aanklagen en aanpakken, ja, dat zit er bij mij nog steeds in, ja. Jouw dochter Lilian, inmiddels 30 is ze geloof ik, hè? Ja, ze is 30, werkt bij de FNV en we zijn bij haar op bezoek geweest en we hebben haar gevraagd hoe ze er bij jou thuis naar uitkijken dat je het wat rustiger aan gaat doen. Ik denk dat mijn moeder stiekem best wel leuk vindt dat hij nu wat vaker thuis is. Zal voor haar misschien ook wel wennen zijn, want het is natuurlijk heel erg lang heel anders geweest. Maar dat hele drukke zal toch hopelijk wel wat minder worden, ja. Voor mij in ieder geval een hele fijne vader. Wel vaak een vader op afstand natuurlijk. Dat is ook logisch als je dus 7 dagen in de week, 24 uur per dag zo'n beetje wel in de weer bent met de SP. En ik ben ontzettend trots op wat hij daarmee heeft bereikt. Als je ziet hoe de SP van kleine lokale actieclub naar grote landelijke volkspartij is gegroeid. En ik kijk naar een aandeel wat mijn vader daarin heeft gehad. Ja, dan kun je volgens mij niet anders dan daar ontzettend trots op zijn. Een trotse dochter. Ja, daar ben ik trots op. Jij bent ook weer trots op haar? Ja, nou ja, dat is het zo zegt. Ik bedoel, we hebben niet dit soort gesprekken elke dag. Jullie praten toch wel eens over politiek? Ze zegt nooit tegen mij, pap, ik ben zo trots op je. Dat zegt ze niet. Dat zit niet bij ons in de genen om dat zo te doen. Maar impliciet wel. We hebben veel contact samen, we praten veel, we mailen veel samen. Zij is natuurlijk ook heel vaak weg en onderweg voor de FNV, voor de zorg. Zet ze zich vooral in. Ja. Maar ik vind het leuk om te zien. Ja. Zij is trots. Ben je zelf trots? Ja, ik vind trots een beetje een vervelend woord. Maar als het gaat om de gevoelens, ik ben vooral opgelucht ook, toch? Dat waarover? Dat ik ontslagen ben van de verantwoordelijkheid straks, de eindverantwoordelijkheid. Dat lucht me wel op. Het is ook een beetje een gevoel van het is volbracht. Want ging het ook zwaar voelen de laatste tijd? Nou, het is ook zwaar gewoon. Ja. Leiding geven aan een partij is gewoon heel zwaar. Je wordt ouder, je hebt er meer dienstjaren op zitten. Ik kan me voorstellen dat het dan na verloop van tijd ook zwaarder gaat wegen. Ja, dat wordt gecompenseerd wel door groeiende wijsheid. Dat wat we net even over hadden. Hmm. Dat je de dingen sneller ziet, weet je. Je hoeft niet meer elke keer met je kop tegen de muur aan te lopen. Je weet gewoon dat er ook nog een deur is. Dus dan kun je beter die deur pakken. Maar toch even dat trots, hè? Waar kijk je nou met veel genoeg op terug? Nou ja, toch wat tot stand gebracht is. Ja. Ik bedoel, er zijn heel veel partijen destijds begonnen in de jaren 70 en 80. Ja, die zijn allemaal verdwenen. Ik ben er vooral trots op. We zijn een partij van 42.000 leden. Met heel veel vertegenwoordiging in gemeenteraden. Ik ben toch een aanzienlijke staat van dienst. En daar ben ik nog het meest trots op. Een goede naam onder de bevolking. Hmm. Bij deze vraag hoort altijd ook een andere vraag. Wat is je grootste teleurstelling? Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Die vraag heb ik al een keer eerder gehad deze week. En ik moet eerlijk bekennen, ik denk daar toch anders over dan misschien veel andere mensen. Ik bedoel, ik ben niet zo'n teleurgesteld man. Ik heb altijd juist ben altijd meer de optimist geweest. Ik zie altijd eerder de kansen dan de mogelijkheden die er niet zijn. Nou ja, je had het net over die postbodes. Die lopen. Ik bedoel, dat heeft ook de SP niet op kunnen lossen. Nee. Zoals zoveel dingen niet opgelost zijn. Het wezenskenmerk is natuurlijk dat wij ons tegen het kapitalisme verzetten. En tegen het neoliberalisme als filosofie verzetten. En dat blijft zo. En die is voorlopig nog dominant in Nederland. Ja, dat is inderdaad. Dat kun je een teleurstelling noemen, dat we dat niet bereikt hebben. Maar het is ook wel erg naïef om te denken dat wij als SP dat in weerwil van de tijdgeest en alles wat er in West-Europa en de rest van de wereld aan de hand is hier in Nederland als eiland wel eens even zullen veranderen. Ja. En zo naïef ben ik niet meer, dus dan ga ik ook niet zo snel meer teleurgesteld. Dankjewel, Jan Marijnissen. Dit was Onder ons voor vandaag. Morgen zit hier de Steenbergse wethouder Vincent van der Bos en Marcel Groenewegen. Die is bassist van De Kik. Hij is momenteel bezig met een biografie over Armand, overleden Eindhovense protestzanger van wie we morgen afscheid nemen. En dat is morgen. Graag tot dan en een fijne avond verder. Dankjewel.